Hannelore van Poppel, we zijn hier in Genk na de match Genk tegen Lierse. Hoe is het meegevallen voor jullie? De eerste 20 minuten waren goed. We zetten goed druk. We komen dan echt wel goed voor met twee mooie golen. Maar dan komt er door een domme miscommunicatie tussen de spelers, komt er dan jammer genoeg een goal tegen. En dat maakt het dan wel enorm spannend. Het was wel een zware match, ook omdat het veld lag heel zwaar met de regen en ook omdat de bal bleef vaak hangen met gras en zo. Dus het was wel een zware match. Ja. En Genk bleef tot op het einde vechten voor die 2-2. Ja. Ja, daardoor bleef het enorm spannend natuurlijk. Wij wilden hier echt de 3 punten pakken, maar als we dan een goal tegenkrijgen, dan blijft er maar 1 goal verschil en dan blijft het altijd spannend tot het einde. Jullie staan nu na dit weekend opnieuw bovenaan, want Anderlecht en hij speelden 0-0 gelijk. Wat geeft dat voor gevoel bij de groep? Dat is een heel goed gevoel natuurlijk, omdat we er echt wel heel hard voor werken met heel de groep. En dat is dan leuk als je dat gevoel kan overbrengen op het veld en als je dan kan winnen natuurlijk. En dan die 3 punten mee kan nemen naar huis en je komt dan op kop, heeft dat wel een heel goed gevoel. Maar je moet er altijd blijven voor vechten, want die plaats heeft ook niet altijd zijn voordelen. Want iedereen wil ook natuurlijk van ons winnen dan, maar wij moeten er gewoon blijven voor vechten en elke match volle 100% geven van onszelf. Ja. En dan de volgende match, jullie spelen thuis tegen Gijs, dat is een derby. Daar gaan ze ook jullie staan op te wachten, denk ik. Ja, het is ook een heel spannende match. Elke match moet gespeeld worden en tegen Gijs gaat het ook een heel zware wedstrijd worden. Qua kracht en zo gaan die heel stevig zijn en zo. Dus we moeten daar echt weer volle 100% voor gaan en nooit een tegenstander onderschatten. Want iedereen kan hier punten pakken in deze competitie en we moeten gewoon er blijven voor vechten. Ja, dan jij zit ook bij de U19. Jullie hebben zich geplaatst voor die tweede kwalificatieronde. Hoe loopt dat allemaal? Ja, dat is heel goed als je de eerste kwalificatieronde door kan komen. Dat is wel belangrijk bij het Belgische team natuurlijk. Zelf mag ik soms spelen en daar ben ik wel heel blij voor. Ik ben heel blij dat ik daarin mag zitten en zo. En ik was nu wel echt iets blij dat ik zo de laatste wedstrijd dan eens heb mogen starten. Dat gaf me dan ook voldoening. Maar iedereen doet zijn best en iedereen is daar goed bezig. Dus iedereen verdient het om daar te zijn en krijgt zijn kansje wel eens. Oké, dankjewel. Veel succes voor het vervolg. Dankjewel. Dankjewel.